Billie Eilish en No Time To Die. De teamsong van de nieuwe Bondfilm. En daar moeten we nog even op wachten, hoorde ik dan. Ja, daar moeten we even op wachten, want de première zou... Wanneer zou het zijn? Of een paar weken al, hè? Het was 2 april volgens mij. 2 april, ja. Hij is uitgesteld door het coronavirus. Ze zijn ziek. Dus ik weet niet of ze ziek zijn of dat het gewoon te maken heeft met het... Oh, ja, dat staat er. Ik lees het ondertussen eventjes op, op nms.nl. Ik zeg het gewoon. De Amerikaanse media meden dat het te maken heeft met het coronavirus. De verwachting is dat minder mensen naar de bioscoop zullen gaan. Ja, gewoon een commercieel dingetje. Ja, nou klopt. Ik werk zelf in een bioscoop. En we hadden extra mensen nodig voor die première om 12 uur 's nachts. En dat is allemaal gezeik over, weet je wel. We moeten die mensen fixen en het lukte allemaal niet. En toen hadden ze die mensen. En toen kreeg ik dus vorige week dat berichtje ook van... Ja, sorry jongens, jullie hoeven niet meer te werken, want de hele première is uitgesteld. Dat is kloten, hè? Echt allemaal gezeik, maar ja, goed. Het is toch een dingetje, dat corona. Ja, dat is zeker een dingetje. Heb ik trouwens ook nog straks iets leuks over. Ik heb een quizje opgesteld en dat heet de corona-quiz. Moet ik me al zorgen maken? Nee, jullie worden niet ziek, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Er komt dadelijk iemand die in quarantaine ligt in de studio binnen... en we kijken wie het snel ziek wordt. Precies. Ja, dat is het een beetje een soort Big Brother. we gaan straks dus een quizje doen, heet de Corona Quiz. Blijf vooral luisteren, want hij komt over een uurtje. Nou, top. Maar heb ik je alvast een beetje een tipje van de sluier gegeven? Het heeft te maken met liedjes die iets met corona te maken hebben. Meer ga ik nog niet verklappen. Want we gaan eerst door de nieuwe muziek. Dus allemaal Aziatische artiesten. Sorry. Ja, leuk. Heel goed. Ben je eigenlijk bang, Rick, voor de... Mag ik dat vragen of niet? Ja, ik ben natuurlijk de gast. Tuurlijk. Ben je eigenlijk bang voor het coronavirus? Nee, totaal niet. En jij, Miguel? Nee. Oh, vind je het een beetje overdreven dan? Nou, ik vind sowieso dat de media het wel in een bepaald daglicht zegt. Het is natuurlijk wel zo dat ze niet heel veel erover weten. Maar ja... Ik weet niet. Ik weet niet of je hier bang voor moet zijn. Ik was laatst op het vliegveld. Ja. En je ziet echt mensen die zijn echt panisch. En in Berlijn zag ik iemand met een geel gasmasker. Is geen grapje. Je hebt echt een gasmasker. In Berlijn ook, all places. Ja. Met een gasmasker. Met een gasmasker, ja. Het is echt bizar, maar goed. Ja, mensen zijn er wel bang voor, ja. Oh. Maar ik niet. Heel goed. Ja, laten we even doorgaan met de nieuwe muziek. Alanis Morissette, Reasons I Drink. Follow us on YouTube and Instagram at Him for the Weekend 2020. Him for the Weekend, brand new music. Let me show you. So drink from me, drink from me.